2 doden en 2 gewonden in de nieuwjaarsnacht. Een brand in een flatgebouw in Arnhem zorgt voor een triest begin van 2020. Goedenavond. Ja, een triest begin dus, maar op andere plaatsen juist een feestelijk begin. In de hele provincie werd vannacht het glas gegeven op het begin van de jaren 20. En wat doe je met al die oliebollen die over zijn na gisteravond? Weggooien is zonde en ook niet echt nodig. Het moet gewoon een verspillingsvrij 2020 worden. Bij een brand in een flat aan het Gelderseplein in Arnhem zijn vannacht 2 doden gevallen. Het gaat om een kind van 4 en zijn vader. De moeder en de dochter van 8 uit het gezin raakten zwaar gewond. En later op de middag maakte de politie bekend dat er 2 verdachten van 12 en 13 zijn aangehouden. Het gezin was op bezoek geweest bij opa en oma, waar ze oud en nieuw hadden gevierd. Ze zaten in de lift toen door de brand in het trappenhuis de stroom uitviel. Door de rook zijn ze buiten bewustzijn geraakt. Van de gezinsleden in de lift zijn er 2 gereanimeerd en ze zijn allemaal in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar zijn de vader en het 4-jarige kind overleden. Onze verslaggever Annemieke Schakelaar die staat vlak bij het flatgebouw aan het Gelderseplein, waar in het buurthuis een informatiebijeenkomst voor bewoners wordt gehouden. Ja, Annemieke, wat is het laatste nieuws? Nou, je zei het al, 2 jongens aangehouden, dus 12 en 13 jaar. Ze zijn te zien op camerabeelden van de bewakingscamera van dit flatgebouw, hè, afgelopen nacht. Vermoeden is dat ze vuurwerk hebben naar binnen hebben gegooid of brand hebben veroorzaakt hier. En dat die brand dus de dood van die 2 mensen tot gevolg heeft gehad. Ze zijn afgevoerd met sjaals en capuchons over hun hoofdjes en verhoord met ouders en advocaten bij. De politie wil nog niet zeggen of ze nog steeds vastzitten en ook niet of ze ook in deze flat woonden. Maar dat het zulke jonge daders zijn, dat maakt het drama alleen nog maar groter, zegt de burgemeester. Nou, het drama is onmenselijk groot voor de slachtoffers. Nou ja, de verdachten die aangehouden zijn, die worden verdacht van brandstichting. Dat onderzoek moet uitwijzen wat zich daar precies natuurlijk afgespeeld heeft. Maar uiteraard is het, dit is gewoon vreselijk. In de eerste plaats voor de slachtoffers en uiteraard ook voor de ouders van deze koters. Ja, de burgemeester was er vannacht ook de hele nacht bij. Toen alle bewoners hier natuurlijk heel geschrokken waren. Vandaag is er de hele dag gewerkt om dit flatgebouw weer toegankelijk te krijgen. Want die hoofdingang is dus niet meer te gebruiken. Er is een noodlift gecreëerd. Er wordt aan gewerkt. Een trap. En ondertussen zijn er ook al mensen van buiten die hier voor de flat al wat bloemen, een kaarsje en wat knuffels neer hebben gezet. Mensen die in de flat zaten konden er eigenlijk maar heel moeizaam uit vandaag. Rond 1 uur breekt er brand uit in het flatgebouw. Bij de ingang, het trappenhuis en in de lift. Het gezin komt de lift niet uit. Andere mensen in de flat rennen over de galerij op zoek naar een vluchtweg. Tevergeefs, want er is geen nooduitgang. Terwijl brand aan het gang was, zaten wij boven vast. Er is geen brandtrap waar wij weg konden gaan of zo, weg konden rennen. We zaten gewoon vast daarboven. Veel bewoners zien hoe de slachtoffers uit de lift worden gehaald. Er wordt gereanimeerd. De brand is snel geblust. Maar de meeste bewoners mogen uit veiligheid hun woning niet uit. Wij mochten als een uitzondering, omdat de kinderen zo klein waren, met een begeleiding van de brandweer, zeg maar, mochten we uit het gebouw. Maar een heleboel oude mensen nog, die blijven nog in de woning met een roet en met een al de giftige stoffen, zeg maar. Volgens een woordvoerder van de brandweer voldoet de flat aan alle brandveiligheidseisen. Er zijn brandtrappen, maar die brengen je slechts tot de eerste verdieping. Vandaag wordt er een noodtrap geplaatst en er komt een voorlopige lift. Het drama heeft bij de flatbewoners voor veel angst gezorgd. Ik wil graag wel een ander huis hebben natuurlijk, ja. Mijn kinderen zijn bang, mevrouw is bang. Ja, Annemieke, er is inmiddels voor de flatbewoners een bijeenkomst begonnen. Wat er gebeurt daar?
Ja, die is hier achter mij. Ik ben even omgedraaid. Echt tegenover de flat zie je een school nabij zijn gymzaal. Daar zijn de mensen naartoe. Zijn er niet volgens mij superveel die ik die kant op zag lopen. Daar is de woningcorporatie. De burgemeester is er ook. Belangrijk is dat ze daar met elkaar gaan stilstaan bij wat er is gebeurd. Want het gezin wat dus zo getroffen is, was op bezoek bij een opa en oma hier in de flat. Dus mensen kennen elkaar natuurlijk. Maar daar zullen ook ongetwijfeld heel veel vragen gesteld worden over: zitten wij hier nog wel veilig? Kan het opnieuw gebeuren dat de brand uitbreekt en toch een van ons in die lift vast komt te zitten? En ze hebben ook veel klachten hier, want er zijn wel vluchtroutes, maar die gaan maar van de ene naar de andere verdieping en lopen niet door, helemaal van boven naar beneden. Dus je moet elke keer weer via het midden. Daar zijn bewoners al lang boos over en daar zal het zeker tijdens deze bijeenkomst ook over gaan. Goed, Sandermieke Schakelaar aan het Gelderseplein in Arnhem. Dankjewel. Het was in vergelijking met andere jaren een relatief rustige jaarwisseling voor hulpverleners in het grootste deel van Gelderland. Maar in Ede ging het na een aantal rustige jaren toch weer mis. Met name in Ede-Zuid en Veldhuizen werd veel vernield en werden hulpverleners bekogeld met vuurwerk. Rond de Edese buurt Vanenburg ging een aantal auto's in vlammen op in de nieuwjaarsnacht. Ruiten sneuvelden en ook een camper werd in brand gestoken. Daarbij misdroeg een grote groep jongens zich flink. Burgemeester René Verhulst is woest. Het is gewoon het moedwillig bekogelen van huizen, van auto's, van hulpverleners, politie, brandweer door een groep jongens. Vrij jonge allemaal nog, 13, 14, 15 jaar. En ja, ik heb er geen andere woorden dan ziekmakend en verschrikkelijk voor. Bewoners vertellen woensdagochtend dat het de laatste maand al steeds onrustiger werd in de wijk en dat het tijdens de nieuwjaarsnacht wel een oorlogsgebied leek. Verhulst erkent dat de stad hier niet voldoende op voorbereid was. 70 jongens bij elkaar in één keer en er was ook genoeg politie. Maar ja, als je even omdraait, dan wordt er vuurwerk gegooid. Dus... De politie laat weten dat het gedrag absoluut niet getolereerd wordt en dat alles in het werk gesteld wordt de daders de komende dagen aan te houden. Verhulst wil de ouders aanspreken. Ja, als om 2 uur jouw 13, 14-jarige zoon nog buiten loopt met vuurwerk, dan zeg ik dat is ook jouw verantwoordelijkheid als ouder natuurlijk. Hè. Dus daar moeten we ook achteraan. Ja, en dat het ook anders kan, dat bewijzen ze in Bruchem, in de Bommelerwaard. Jarenlang waren daar problemen in het dorp tijdens de jaarwisseling. Maar daar kwam met een dorpsfeest een einde aan. Rottigheid sloeg om naar gezelligheid in de plaatselijke kroeg. Het is gewoon één grote familie. En ja, we zien elkaar elk jaar weer. Het is altijd met dezelfde mensen en dat maakt het gewoon mooi. Veel mensen uit de buurt, gezelligheid, spontane tijd. Ja, gewoon leuk met z'n allen. Ja, nu is het leuk, maar het dorpsfeest kwam er niet zonder reden. Bruchem was namelijk lange tijd berucht tijdens de jaarwisseling. Ja, klopt. Een aantal jaren is het wat rumoerig geweest in het dorp. En ja, er werd steeds meer overlast en ME en dergelijke. Dus we hebben de koppen bij elkaar gestoken om te kijken wat we daar nou aan konden doen. Het jaarlijkse feest werd geboren en met succes. In de omliggende kernen kijkt men met interesse naar de werkwijze van Bruchem. De organisatie is heel goed. Is het gewoon keigezellig. Naast dat keigezellige feest is er normaal gesproken ook een vuurwerkshow. Maar die kon vanwege de mist niet doorgaan en is verplaatst naar de avond van Nieuwjaarsdag. Maar ook zonder die show en met een biertje in de hand tijdens het dorpsfeest werd het een gezellige avond in het kleine dorp. Zonder trammeland. Gelukkig nieuwjaar! Happy New Year! Ja, niet alleen in Bruchem was het gezellig. Door de hele provincie werd het glas geheven op het nieuwe jaar op 2020. Vuurwerk, mooie fles champagne, mooie mensen. Super. Happy New Year, Happy New Year. May we all end, our homes are real. Beste wensen, hè? Gelukkig nieuwjaar. En als de wensen, jongens, op iets mee. Deze
gezond en gelukkig 2020. En toch wel een moeilijk jaar. Zullen we wat meer begrip hebben voor elkaar. Wat als er in Apeldoorn besloten wordt een vuurwerkverbod in te stellen? Nou, dan krijg je de rare situatie dat de ene helft van het dorp Klarenbeek wel mag knallen en de andere helft niet. Ja, iedereen lacht het weg en iedereen zegt, nou, volgend jaar steken we gewoon af. De eerste Gelderse baby van het nieuwe decennium liet niet lang op zich wachten. Dovi ter Beek werd luttele seconden in het nieuwe jaar geboren in het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem. Dat is hem, hè? Ja, dat is hem, ja. Dovi. De trotse ouders zijn Celeste en Ruud ter Beek uit Lobit. Ze konden het jaar niet beter beginnen dan met de geboorte van hun eerste kindje. Nou, hij werd geboren en hij werd op mijn buik gelegd en toen knalde het buiten van het vuurwerk. Wat een begin, hè? Ja, zeker. Ja, was wel heel bijzonder, ja. Dovi is 52 centimeter lang en weegt 3465 gram. In Biegen is gisteravond een huis uitgebrand. Het gebeurde midden in een woonwijk. De brand brak rond 8:30 uit in de rietenkap van de woning. Of vuurwerk een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van de brand, dat is niet duidelijk. Door woningen in de buurt nat te houden, heeft de brandweer overslaan van het vuur weten voorkomen. En ruim 30 mensen zijn rond Oud en Nieuw gewond geraakt door vuurwerk en in ziekenhuizen in onze provincie beland. En dat is iets meer dan vorig jaar. De vuurpijlen en rotjes die gisteren afgestoken werden veroorzaakten vooral oogletsel en brandwonden. In geen van de gevallen was het letsel levensbedreigend. Het Rijnstaten ziekenhuis in Arnhem en de Gelderse Vallei in Ede namen de meeste slachtoffers op, beide 8. En bij enkele slachtoffers met oogletsel is nog niet bekend of de schade door vuurwerk blijvend is. Wat moet je aan met je overgebleven oliebollen? Chef-kok Nel Schellekens uit Winterswijk vindt het weggooien van oliebollen voedselverspilling en laat zien dat je er nog lekkere recepten van kunt maken. Ik kan niet tegen eten weggooien. Dat kan ik gewoon niet. Dus ik moet altijd alles opmaken. En nou ja, goed, ik bedoel, oliebollen, je zou er ook bij kunnen beginnen om gewoon minder te kopen. Hè, dat is natuurlijk het meest wijze om verspillingsvrij te kunnen werken. Nou, als er dan toch wel wat over is, okay. Ja, dan vind ik het weer leuk om dit soort dingen te maken. En dat kan volgens Nel al heel simpel. Mooie crostinis maken of croutons. Die zijn natuurlijk wel wat zoetig, maar je kunt er ook heel hartig tegenaan zetten. Door bijvoorbeeld die kruidenolie met een beetje knoflook erin. Dat kan heel goed. Of mooie restjes erop te verwerken. Een paté met een heel kneesje lei van oude champagne. Alles kan. Niks weggooien wat tijdens Oud en Nieuw op tafel stond en lekker opnieuw gebruiken. Volgens Nel kan iedereen het. Het is simpel. Het is een oliebol, snijden, oven instellen, tijd erop. Nou, en dan voor de rest leuke dingen doen. Mensen nieuwjaar gaan wensen. Maar doe dat dan met een dingetje erbij. Dat is zo super, super leuk. Het moet gewoon een verspillingsvrij 2020 worden. Ja, en alle recepten waarmee u lekkere dingen van overgebleven oliebollen kunt maken vindt u op onze site op gld.nl. In onze provincie bestaan tal van tradities om een nieuwjaarsdag te vieren. En wij gingen vandaag bij twee van die tradities kijken. In Rhede wordt al jaren een kalender van dakpannen gelegd. En in Braamt doken honderden bikkels het stroombroek in voor de bekende nieuwjaarsduik. Ik moet even warm blijven voor in het water te gaan. Met een echte bikkel. Blauwbekkend staan ze vanochtend op het strand van een stroombroek in Braamt. Deze bikkels doen natuurlijk voor de kick mee aan de nieuwjaarsduik, maar er is nog een reden. De nieuwjaarsduik wordt georganiseerd voor het goede doel, Swim to Fight Cancer. Ja, heel belangrijk. Het is toch een ziekte waar iedereen mee te maken heeft, helaas. Ja, dus dat gaan we doen. En daarom gaan de kids ook lekker mee zwemmen. Jullie gaan ook meedoen? Ja. Ik zie hier ontzettende handdoeken om. Ja, want het is heel koud. 3, 2, 1. Wow, koud! Is dat warmer? Nee. Een traditie voor bikkels. In Rhede heeft de 69-jarige Bart Matser zijn eigen kleine traditie op nieuwjaarsdag. Ik ben uiteindelijk gewoon verplicht, hè. Ze kijken er allemaal naar uit. In alle vroegte klimt hij het dak op. Dat doet hij al 20 jaar lang.
om aan te geven in welk jaar we leven. Zijn moeder kwam ooit op het idee toen Mats ter ere van het Nederlands elftal in 2000 een compleet voetbalveld op zijn dak aanlegde. Sindsdien verandert hij elk jaar keurig het jaartal op zijn dak. De dorpelingen vinden het prachtig en voor Mats is het nieuwe jaar niet echt begonnen voordat hij zijn dak heeft aangepast. We kunnen weer een jaar tegen. Dan zien we maar weer wat volgend jaar wordt. Huh? Niet dan? Ja, en dan naar Klarenbeek. Het mogelijke vuurwerkverbod in de gemeente Apeldoorn splijt het dorp in tweeën. Iedereen heeft er een mening over. En het ging vannacht om 12 uur en gisteren eerder op de dag nergens anders over. Want misschien mag straks in een deel van het dorp geen vuurwerk meer worden afgestoken. En stel dat dat vuurwerkverbod er komt, dan mag je straks voor het rechterhuis geen vuurwerk meer afsteken en voor het linkerhuis wel. En niet iedereen is even blij met dat verbod. We zijn hier één gemeente en waarom moet dat gesplitst worden in twee gemeentes, is die wel Klarenbeek. Alleen wij voelen ons één gemeente. En als dat zo is, dan kan je gemeente Voorst kan je wel schieten en ondergemeente Apeldoorn niet. En ook de plaatselijke vuurwerkverkoper merkt dat er veel over gesproken wordt. Hij mag vuurwerk blijven verkopen, maar je mag het pas 300 meter verderop afsteken. Ja, het is echt het gesprek van de dag. Iedereen heeft het erover, maar ja, iedereen lacht het weg. En iedereen zegt, nou, volgend jaar steken we gewoon af en gaat het gewoon gebeuren. Ik heb medelijden met de politieagenten en de handhavers. Als die dat moeten gaan handhaven, is niet te doen. In zo'n dorp als dit, iedereen kent elkaar, ons kent ons. Gebeurt er wat, spreken we elkaar erop aan. Nee, is niet te handhaven. En de jeugd, die vindt het jammer. Ja, ik ga dit jaar extra veel knallen, want voor hetzelfde geld volgend jaar kan het overwezen. Ik ga zeker meer vuurwerk afsteken. En ik hoop gewoon dat het volgend jaar ook gewoon zoveel kan blijven uiteindelijk. Ja, en de jaarwisseling in Gelderland voltrok zich vannacht onder een dikke deken van mist. Maar mist of niet, het vuurwerk dat hoog in de lucht ontplofte was vanaf de grond goed te zien. Door de mist was het schouwspel op veel plaatsen misschien wel mooier dan zonder. En dat is dus op deze beelden heel goed te zien. Ja, en hoe het weer zich de komende dagen verder ontwikkelt, dat horen we van Weerplaza. Heel veel plaatsen in Gelderland startte de dag grijs door mist, maar in de Liemers en de Achterhoek, daar waren opklaringen aanwezig en was vanochtend een fraaie zonsopkomst te zien. De mist die was slecht te zien op de satellietfoto's van vandaag. En dat komt omdat de mist bijna een gelijke temperatuur heeft dan het aardoppervlak. Die mist die lost in de loop van de dag op steeds meer plaatsen wel op of werd dunner, maar er waren plaatsen met name in het rivierengebied waar het toch heel de dag kil en grijs was. Dat blijft ook vanavond nog zo, daar temperaturen boven het vriespunt. In de Achterhoek zijn opklaringen aanwezig en daar duikt de temperatuur onder nul. Mogelijk dat er vannacht in die regio's ook nog wat mist ontstaat, maar uiteindelijk neemt overal de bewolking toe en tegen de ochtend ligt de temperatuur overal alweer boven nul. Morgen dan hebben we in de Achterhoek en de Liemers eerst nog wat zon. Later is er meer bewolking. Het blijft droog en bij een matige zuidenwind wordt het ongeveer 4 graden morgen. In de dagen daarna dan wordt het licht wisselvallig. Op vrijdag is het bewolkt met van tijd tot tijd regen. Zaterdag valt er nog een enkele bui. De temperatuur gaat wel een flink stuk omhoog en ook de vorst in de nacht die raken we kwijt. En dit was het Gelders Nieuws. Op onze site en op onze app alles over de jaarwisseling. Het afscheid van 2019 en het begin van de jaren 20 van de 21ste eeuw. Ik wens u nog een fijne avond.